beste kijkers op LWM TV. U hoort het, het carnavalsgeluid begint weer los te gaan en dat is hartstikke fijn. We hebben weer gezellige carnavalsmuziek. We zijn hier live vanuit het gemeentehuis in Mil. Zoals je ziet al een hartstikke volle opstelling met nieuwe opstelling. We hebben publieksbalies gekregen bij het gemeentehuis. Ik zie dat burgemeester Hans Verheij ook al aanwezig is met zijn vrouw Irene. Nieuwe opstelling, Irene, de vrouw van de burgemeester, die ziet er vandaag uit als een prinses, maar die zullen we dadelijk nog zien. De dans Marieke is uit Wilbertoort en nu ziet u en luistert u naar Engselen uit zijn Tubert. Prachtig om te zien, onder het mooie geluid, al die carnavals verklede mensen. Het is een mooi kleurrijk gedoe. Wel. Welkom alle germen, klotstekers, verrekenskoppen en natuurlijk alle bokken hier in het gemeentehuis. De carnavalsvereniging. Ook welkom natuurlijk alle luisteraars via de lokale omroepmail. Bedankt nog voor alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat jullie hier kunnen meegenieten van deze uitzending van de jeugdsleuteloverdracht. Ik sta hier als voorzitter van CV De Bokken en samen met de commissie hebben we het hier vanmiddag weer fantastisch versierd. Ik wil de gemeente, maar ook de commissie bedanken voor hun mooie versieren hier. De carnaval is begonnen. We hebben al een mooie sleutel of mooie pronkzitting gehad bij Aldenhorst en de Meijerhorst. Ook die mensen zullen vanavond meegenieten. Ook aan jullie nog een hartelijk welkom. En vandaag begint de carnaval. Het barst los, jongens en meisjes. Het gaat dit weekend gebeuren. En we beginnen met de jeugd. En Durm, de jeugd gaat voorop. En moet ik ook niet te lang hier staan te praten. Ik wil jullie dan ook voorstellen aan degene die vanavond hier alles zal presenteren, die de boel aan elkaar zal praten, mag ik jullie voorstellen aan mijn eigen zoon, Tim van Loon. Anton van Loon, voorzitter, carnavalsvereniging De Bokken. Dankjewel, pap. Goedenavond, dames en heren. Maar vooral jongens en meisjes. Maar ook zeker de mensen die via de LOM meekijken. Ik wil beginnen met de gemeente te bedanken voor hun gastvrijheid. Wij van het creatief en de bokken zijn er trots op. Dit jaar de jeugdsleuteloverdracht te mogen organiseren. En ik, dat ik hem mag presenteren. Laten we maar beginnen met waar we hier met z'n allen zijn voor gekomen. Mag ik een muziekje van Engselen en een applaus van jullie als ik alle hoogheden het podium op ga vragen? Als eerste de Foekenpot uit Mil, onder leiding van Prins Lars, Prins Fayen, Nar Guido en een adjudant Luc. De heersers van de klotstekers uit Wilbertocht, met voorop Prins Geert, Prinses Laura, Nar Tom, maar zeker ook hun vorstin Laurie. En dan vanuit Langeboom met de Verkenskupkes. Prins Wessel, Prinses Maud en een doldwaze Nar Tom. Uit mijn eigen Tubert gaan bij de bokken voorop. Prins Joris, Prinses Ferre, adjudant Niels, hoofddame Vivian. En als laatste, maar zeker niet de minste, onze Nar Danny. Hartstikke mooi om te zien dat de zoon van Antoine als jonge presentator nu op dit moment al het show voor elkaar heeft. Dat iedereen in ieder geval naar het podium kan krijgen. Het kleurrijke gezelschap op het drukke podium op dit moment. Hartstikke mooi om te zien. Het is voor en door de jeugd georganiseerd. En dan wil ik tenslotte aansluiten burgemeester Verheij
met zijn vrouw Irene naar voren vragen. Als het goed is, gaat Engselen de muziek draaien. Of ze komen zonder Butema's op. Volgens mij heb ik begrepen, ja. Nee, ze komen met Butema's op. Burgemeester Hans Verheijen, nog even een dag burgemeester. En dan geeft hij de sleutel over aan het jeugdcarnaval. Samen met prinses Irene, zou ik zeggen. Want ze heeft een prachtige prinsessenjurk op. Aan. Ik ben benieuwd wat ze vandaag voor een act zullen doen. En ook wat de prinsen te vertellen hebben. Als iedereen zijn plaats heeft ingenomen, gaan we met z'n allen genieten van een optreden van onze geweldige dansmarikers. Hiervoor graag de Butema's van Engselen. Het eerste optreden zal worden gedaan door de organiserende vereniging, carnavalsvereniging De Bokken uit Sint-Hubert. En de dansgarden van hun die zullen nu dus eerst een gardedans gaan opvoeren en daarna zullen ze nog een showdans gaan doen. Die dus door lokale mobielvrijwilligers vandaag op een goede manier in beeld gebracht wordt. Dus hier eerst de gardedans van de dansmuziekjes van De Bokken uit Sint-Hubert. Jongens, een beetje plaats maken. Ja, het is druk in het gemeentehuis. Hopelijk hebben ze plaats genoeg. En anders maken ze wel plaats, denk ik. Eerlijk te zijn, een hele mooi stukje muziek en ik heb me laten vertellen dat dansmariekjes over het algemeen wel een jaar bezig zijn met het oefenen. Nou, het resultaat is er ook en het is hartstikke mooi en met name ook goede muziek en goede dans. Dus goed om naar te kijken en straks krijgen we nog meer zelfs, want we gaan ook nog kijken naar de showdans van deze dansgaders. Dus ik ben heel erg benieuwd daarna het wordt. Het zal ongetwijfeld weer hartstikke mooi worden. Mag ik voor deze kanjers de Butema's?
dan wil ik nu de jeugdwethouders Bram en Guus de gelegenheid geven een woordje tot jullie te richten. Enkselen, mag ik de buurtmars voor Bram en Guus? Natuurlijk, bij dit geheel horen ook de twee jeugdwethouders. En die zullen dus samen met de burgemeester zorgen dat de sleutel in goede manier wordt overgedragen. Beste carnavalsvierder uit de gemeente Mellen-Stubert. Bram en ik vinden het leuk dat we hier samen met jullie de aftrap van de carnavalsseizoen van dit jaar mogen doen. Vanavond vindt de sleuteloverdracht plaats aan alle dorpen uit onze gemeente. Alle prinsen, prinsessen, narren, de vorstin van de klotsteters, de adjudant van de germen en de bokken en de hofdame van de bokken zijn mooi uitgedost voor de start van een geweldig carnaval. Guus en ik vertegenwoordigen samen de gemeenteraad van Middel en Sint-Hubert. Natuurlijk zijn we trots op wat hier vanavond aanwezig is. Zelf ben ik erg trots op prins Lars, prinses Fayenne en nar Guido en adjudant Luc. Zij gaan de jeugd in het Germeland voorop om er een knotsgekke carnaval van te maken. Natuurlijk ben ik trots op prins Geert, ons oud jeugdgemeenteraadslid uit Wilpdoort, prinses Laura, naar Tom en vorstin Laurie. Ik weet zeker dat zij er met alle klotsteter en klotsteterinnetjes samen een geweldig carnaval van gaan maken. Geert, met jou bij de klotten voorop wordt de carnaval helemaal top. Wij hopen dat iedereen een leuke avond heeft. We willen ook niet te veel vertellen, want anders heeft de burgemeester straks niet meer aan zijn speech. Guus en ik vinden het erg leuk dat we samen met de burgemeester deze avond mogen bijwonen. Gelukkig zijn wij wel een stabiel college. Alle gekheid op een stokje, we gaan nu afsluiten zodat het programma verder kan. Ik wens jullie allemaal een knalgoeie carnaval. Zorg dat je veel plezier hebt en er samen iets moois van maakt. Ook wens ik iedereen een knoepgezellige carnaval. Maak er 4 mooie dagen van. Je kunt er flink tegenaan gaan, want we hebben nog de hele week vakantie. Ja, de carnavalsvakantie is begonnen en je ziet dat het, iedereen er hartstikke blij mee is. Jeugdwethouders, nog even over het jeugdcollege. Hartstikke mooi om te zien dat er toch altijd nog voor de grap nog wat carnavalistische zaken besproken moeten worden. Er zijn namelijk de jeugdgemeenteraad, is namelijk met college al lang bij elkaar. Het is goed om in ieder geval te zien dat niet alleen de carnaval, maar ook de jeugdgemeenteraad zeg maar, met de paplepel al wordt ingegoten. Hartstikke mooi in deze kleurrijke zaal. En dan vraag ik nu jullie aandacht voor onze jeugdige heersers. Ze hebben met z'n allen hun best gedaan om voor jullie een geweldig gemeentelied in elkaar te zetten. Ieder dorp heeft een eigen couplet. Het refrein zingen we vervolgens met z'n allen. Op de tv zien jullie de tekst. Onze dansmariekers hebben er een paar pasjes bij bedacht. Wat voor iedereen goed te doen is. Dus mensen, zing en dans met ons mee. Ik zou zeggen, angstelijk knal hem erin. Ja, we kunnen dat thuis niet meelezen denk ik op de schermen. Maar in ieder geval een dansje met de muziek waarbij ieder dorp een refrein heeft. We gaan even genieten en luisteren naar het carnavalslied. Live door Engelen en de Prinsparen. Dan moet de techniek natuurlijk de Prinsparen wel helpen. Met de handbal,
de stal. Het wordt te gek, voor de jeugd wordt het zeker een geweldig feest. Het wordt te gek, met sleutel naar huis. In hun eigen dorp voelt ieder zich thuis. Het wordt te gek, iedereen zal zo zeggen, het is nooit zo geweest. Prinspaar van Mil heeft zojuist het eerste refrein gezongen. En nu gaan we volgens mij, als ik zie, over naar het prinspaar van de Klotstekers. Het gaat straks weer beginnen. Het wordt weer vier dagen feest. Van al dat horsen en springen genieten wij wel het meest. Ja, wij zien echt de klotten. En wij doen lekker maar. Kan ons echt niet verrotten, met deze schat gaat bij ons het dag eraf. Het wordt te gek met de carnaval. Klopt kerm voor werkers, kom uit de stal. Het wordt te gek, voor de jeugd wordt het zeker een geweldig feest. Het wordt te gek met de sleutel naar huis. In hun eigen dorp voelt ieder zich thuis. Het wordt te gek. Iedereen zal straks zeggen, het is nooit zo geweest. We gaan nu naar de volgende prinspaar, Langeboom, na Wilbertoort. Dus nu gaan we luisteren naar Langeboom, de werkstuk. Wij zijn Wesselmout en Toom. Van het Bekkerskesland. Wij gaan met z'n allen feesten. We houden van carnaval. Al staat de stomake regen. Met ons wat we niet tegen. Het kan nu gaan beginnen. Vanavond gaat de sleutel met ons mee. Het wordt te gek met de carnaval. Klot Gerrit, Bok, Pekkes, Kop, kom uit de stal. Het wordt te gek, je denkt het is zeker een geweldig feest. Het wordt te gek, met sleutel naar huis. In hun eigen dorp voelt ieder zich thuis. Het wordt te gek, iedereen zal straks zeggen, het is nooit zo geweest. Last and not but not least. Nu gaan we naar het volgende dorp, namelijk Sint-Hubert. Het organiserende dorp van vandaag. De Bokken uit Sint-Hubert, prinsenpaar daarvan. Vanavond gaat het gebeuren. Het Bokken riekt op zijn kop. Dan is hij lachen niet zeuren. Joris is verre voorop. Sint-Hubert is er klaar voor. De dorp was een boel. Ja, iedereen doet daar mee hoor. Carnaval geeft een goed gevoel. Het wordt te gek met de carnaval. Klot, Gerrit, Bok, Pekkes, kom uit de stal. Het wordt te gek, voor de jeugd wordt het zeker een geweldig feest. Het wordt te gek met sleutel naar huis. Dorp voelt ieder zich thuis. Het wordt te gek. Iedereen zal straks zeggen, het is nooit zo geweest. Het wordt te gek met de carnaval. Klokken en bompekken,
Ondertussen gaat de zaal los. Iedereen kent het dansje intussen en ook het refrein. Hartstikke mooi en moet eens kijken wat prachtig zo op tv. We luisteren naar presentator Tim van Loon, zoon van Antoine. Als geweldig begint. Gedaan allemaal. Het lijkt wel de finale van The Voice. Wij willen onze prinsen ook nog graag de gelegenheid geven een kort woordje tot jullie te richten en hun medailles te overhandigen. Ik wil als eerste de heersers van de Fouquet-pot uit Mil, prins Lars, prins Fayen, naar Guido en hun adjudant Luc het woord geven. Als je dan zo het liedje ziet, dan is het toch hartstikke mooi. Als je ziet de voorbereidingen die er omheen zitten. En dat is met de grote carnaval, met de jeugdcarnaval niet minder. Prachtig om te zien, al die vrijwilligers en mensen die ermee bezig zijn. Bij de Fouquet-pot is de lijfspreuk dit jaar. Geen gemouw en geen gezeur, met carnaval gaan we ervoor. Wij feesten dit jaar in een tent achter de concertzaal. Maak er een te gekke carnaval en tot ziens allemaal. Allah! Iedere prins zal een woordje tot het publiek doen. En dan zullen ze vooral is iedereen actief met de overhandigen van de vele medailles. Want we hebben grote prinsenparen bij de jeugd. Adjudanten, hofdames, van alles erbij. Nar. Heel dorp heeft ook een nar. Dit is nou, normaal gesproken dan werd er altijd veel gesproken. En nu hebben we met het liedje, ik denk dat het wel mooi is. Een mooi liedje, een mooi dansje. En dan hoeft er niet te veel gezegd te worden, want het is toch voor iedereen spannend. En zingen, dat is toch altijd wel mooi om te doen. Dus intussen worden medailles overhandigd. En zo zullen we dat vandaag gaan doen met vier prinsenparen. Waarna de burgemeester Hans Verheijen samen met Irene nog een woordje zal doen. Een uitgebreid woordje, verwacht ik. En daarna zien we nog de showdans van de dansgarde en zijn er nog wat andere dingen die op programma staan. Dus kortom, het komend uurtje nog zeker een mooi programma. Intussen wordt er ook voor iedereen wat drinken uitgedeeld in de zaal. Allemaal frisdrank. Geen alcohol natuurlijk. En dan is nu de beurt aan de jeugdige hoogheden. Prins Geert, prinses Laura, Nartom en hun vorstin Laurie van de Klotstekers uit Wilbertoort. Ik moet zeggen trouwens, wat heeft u toch een mooi pak aan, die Tim Verloon. Nou, wij gaan in de Willig keimooi feesten. Ik hoop dat jullie het ook gaan doen. En we hebben hier medailles, dus ik geef jullie dadelijk. En kijk met mijn lijfspreuk. Carnaval vieren vind ik top. Dit jaar zetten we met z'n allen de boel op z'n kop. Allah, Allah, Allah. Prins Geert geniet helemaal van zijn rol en heeft helemaal zin in de carnaval. En ook hij zal samen met zijn prinspaar iedereen de medailles van de Klotstekers geven. En straks gaat iedereen naar huis natuurlijk met een nek vol medailles, vol ijzer. En daar kan iedereen het de komende dagen in ieder geval mee doen. Mooi dat er in ieder geval die uitwisseling plaatsvindt. En zo bindt carnaval zeg maar niet alleen de mensen in een dorp, maar ook gewoon meteen de dorpen onderling. Ik zei het net al, als je ziet de hoeveelheid kleren en activiteiten die allemaal handmatig gemaakt zijn. Activiteiten die georganiseerd moeten worden, liedjes die moeten worden ingestudeerd en versjes en dansjes. Nou, er zit te vele uren in, net zoals het programma met optochten en dergelijke. Wat dat betreft leeft carnaval gelukkig anno 2011 nog steeds. Met een volle zaal in het gemeentehuis in Mil. Mag ik nu achter de microfoon vragen? Prins Wessel, prinses Maud en Nartom van de Werkerscupjes uit Langeboom. Wij wensen iedereen een keigezellig carnaval en onze luidspreuk zeggen we nog even. Als staat de storm, hagel of regen, met ons drieën valt de carnaval nooit tegen. Allah!
Ook in Langeboom is dat weer een garantie voor succes. Zo'n goed prinsenpaar. Intussen zijn er natuurlijk op de scholen ook al in alle dorpen allerlei activiteiten al geweest vandaag en gisteren. Dus het begint echt los te komen. Vanavond allerlei activiteiten, jeugdcarnavalsactiviteiten. En dan natuurlijk doen er ook veel jeugdigen mee met de volwassen activiteiten. Dus kortom, de komende weken voor iedereen voldoende gezelligheid. Ook bij de lokale Mail is er voldoende gezelligheid. Want de komende weken ziet u, kunt u kijken naar de herhalingen van de pronkzittingen. Pronkzittingen die worden dus de komende week uitgezonden tijdens de carnaval. Dus vanaf zondagavond, maandag en dinsdag en woensdag voor degenen die nog tijdens de carnaval geen tijd hebben. Kunt u kijken naar de pronkzittingen. Het specifieke schema kunt u zien op de site van de lokale omroepmail www.lokaleomroepmail.nl. Stuurt van de Bokken, Prins Joris, Prinses Ferre, Adjudant Niels, Hofdame Vivian en Nar Danny. Ik moet zeggen, Timmy groeit met een minuut in zijn rol. Het mag niet uit waar je bent. Clown, heks, piraat of agent. Met de carnaval is iedereen gelijk. En feesten we met trommel, fluit en veel muziek. Leuk om te zien dat bij de Bokken iedereen het woord voerde vanaf de nar, die zich overigens prachtig gesminkt heeft, tot en met de prins. Iedereen een paar zinnen of een paar woorden. En ook zij zijn nu bezig om de medailles, het eremetaal, te overhandigen aan de collega prinsparen. Ik zei net nog even, morgen, of in ieder geval vanaf de carnaval, worden de pronkzittingen uitgebreid uitgezonden bij LOM TV. En morgenavond kunt u ook kijken naar de sleuteloverdracht voor de volwassenen vanaf 8 uur tot en met ongeveer een uur of 9:45. En daarna kunt u kijken nog naar de uitzending met de interviews met de prinsparen. Dus als u vanavond, morgenavond, dus zeg maar nog graag af wil stemmen op lokale mobiel, dan kunt u zowel kijken naar de sleuteloverdracht als zelfs de carnavalsuitzending. We gaan even luisteren naar een muzikaal intermezzo van Engselen. We zijn zo weer bij u terug.
wensen. En dan wil ik nu burgemeester Breien de gelegenheid geven het woord tot jullie te richten. Burgemeester Breien, Hans Breien, die zo dadelijk de sleutels gaat afgeven en niet veel meer te zeggen heeft. Althans, in ieder geval symbolisch. De microfoon wordt even naar boven gezet. Dankjewel, Tim. Het levende bewijs dat jong geleerd oud gedaan is. Want onze Tim was jeugdwethouder. En jullie hebben er net ook twee horen spreken. Je merkt dat de jeugd van tegenwoordig heel wat kan. En zeker de jeugd van Mellen Sint Hubert. Dus vooral ook een applaus voor Tim. Ik schrik gewoon van jou. Ik denk, wat krijgen we nou? Een groot applaus voor Tim. De afgelopen dagen, twee dagen, heb ik in Noord-Nederland mogen zitten in een burgemeestersklasje. En daar hebben ze helemaal niks met carnaval. En die snapten dus er ook niks van dat ik dit soort bladen bij me had en dat ik die aan het doorlezen was. Dan vonden ze toch allemaal iets heel geks, iets heel mafs. En toen ik vanochtend wakker werd met een deuntje van het feest kan beginnen van de deurzakkers, toen dacht ik van, het gaat komen, het gaat komen. En toen later in de ochtend er een zonnetje bij kwam schijnen, toen dacht ik, kan niet meer anders zijn. De drie dolle, dwaze dagen worden fantastisch in Mellen Sint Hubert. Namens het gemeentebestuur, van harte welkom hier in het gemeentehuis. De mooiste feestzaal, ik blijf het zeggen. We hebben het een beetje moeten verbouwen vanwege de balies die hier achter dat doek zit. Maar het blijft de mooiste feestzaal van het land van Kuik. Beste bokken, sjouwbokken en alle zotte bokkencupskes van het jubilerende creatief. Wat hebben jullie er dit keer wederom een geweldige feestzaal van gemaakt. Gefeliciteerd, hartstikke bedankt en een dik applaus voor jullie. En nu ik toch even aan het complimenteren ben, er is net al iets over gezegd. Over het feit dat de lokale omroep Mil hier de opnames doet en ervoor zorgt dat de mensen thuis ook mee kunnen kijken naar deze fantastische jeugdsleuteloverdracht. Maar ook de KKN is vanavond aanwezig. Dus ook in het hele land van Kuik kunnen ze zien dat er maar één plek is waar ze echt weten hoe je carnaval viert. En dat is hier in Mil. Namens de jeugdgemeenteraad, de jeugdwethouders Guus en Bram en de adjudanten Jos en Edwin en hun dames, heet ik jullie allen van harte welkom bij alweer de 12e gemeentelijke jeugdsleuteloverdracht. Overigens over onze dames gesproken, ze zijn een beetje verstopt, moet ik heel eerlijk bekennen. Als je dan een beetje om je heen kijkt, dan ga je ze ontdekken. Hier staat er eentje achter met een hele grote bos haar. En als je dan daar achter die pilaren gaat kijken, dan is er ook nog zo'n dame van de wethouder. En ze stralen altijd wel, die dames van ons. Maar Anne-Karien die straalt vandaag een klein beetje extra. En dat komt omdat ze jarig is. Dus Engselen. Lang zal ze leven. De vrouw van wethouder Jos van de Boogaard wordt nog even naar voren gehaald. Niet dat ze het graag wil, want normaal staat ze achter de schermen. Maar ze is jarig. En ja, als je dan nu in deze ruimte bent, ja, dan moet dat natuurlijk even gevierd worden. Ze heeft overigens wel al zichzelf helemaal in de carnavalstijl aangekleed. Prachtig oranje. Hiepe de piep, hoera! Hiepe de piep, hoera! Hiepe de piep, hoera! Ja, Engselen, zo is dat ook maar weer genoeg. Anne-Karien, van harte gefeliciteerd. Die had je niet zien aankomen. Goed zo. Beste mensen, we gaan naar het formele moment. Want uiteindelijk moet er gewoon carnaval gevierd worden. In de collegevergadering van afgelopen dinsdag
zeiden de wethouders en ik zelf tegen elkaar, heerlijk, volgende week eindelijk eens een weekje vrij. De prinsen de macht en wij met de beentjes omhoog. Om helemaal zeker te zijn dat we de jeugdprinsen wel kunnen laten regeren, is onze portefeuillehouder jeugd, en dat is ook de Benjamin in ons college, dat is onze Edwin, maar Edwin, nou zie ik je toch wel in één keer, daar met die cowboyhoed erachterin. Onze Edwin die is op pad gegaan om meer te weten te komen over de jeugdprinsen. Een soort, zeg maar, CITO-test, maar dan veel belangrijker, of niet? Ja, dat is veel belangrijker, deze test. We hebben hem de ZKT genoemd. De zotte koppen-test. En ik kan jullie vertellen, Edwin heeft het niet makkelijk gehad. Iedereen die vroeg, die sloeg een soort wartaal uit. De vorsten brabbelden alsof ze net uit de wieg waren gevallen. En de grote prinsen, nou ja, grote prinsen, zulke onzin hebben we jaren niet kunnen horen. En dan zegt de sponsor, beste mensen, van prins Twan ook nog, dat juist voeding alles mogelijk maakt. Ik zal het jullie eens even laten zien. Kijk eens wat hier staat. Voeding maakt alles mogelijk. Nou ja, inderdaad, dat was te horen en dat is ook te zien. Ja, die Twan die is heel erg rustig, snap ik wel, zou ik ook doen. We zijn dus maar op ons eigen gevoel afgegaan. En we waren er eigenlijk ook snel uit. Ook dit jaar hebben we fantastische jeugdprinsenparen. En het kan niet anders dan dat wij met het grootste plezier die sleutels gaan overhangen. Handige. Dus laten we ook maar niet langer wachten en het officiële moment de sleuteloverdracht nu echt aanbreken. En we beginnen met een thuiswedstrijd voor de jeugdheersers van het Germeland. Jeugdprins Lars de Neurste, jeugdprinses Fayen, jeugdnar Guido en adjudant en eigenlijk ook ex-prins Luc. Komen jullie eens even hier naar voren. Ga hier maar zo staan. Zo. En is het een mooi stijl, beste mensen? Dat dacht ik. Na de rap pratende prins van het vorig jaar, prins Luc de Neurste, is het nu de beurt aan de zeer zelfverzekerde prins Lars de Neurste. 12 jaar schoon aan de haak, leerling van het Melet College en van alle markten thuis. Van origami tot drummen, las ik, en van turnen tot weefborden. En daar kan prinses Fayen natuurlijk niet bij achterblijven. Eén van de geweldigste danseressen van de dansbariekes van de Foekapot. En naar Guido, die houdt van sleutelen. Dus Lars Prins, of Prins Lars, houdt die sleutel dus maar goed in de gaten. Want voordat je het weet, doet hij er iets anders mee. Tja, en dan adjudant Luc. Vorig jaar, ik zei het al, rap pratend. Vorig jaar al een bijzonder geval. En dan denkt hij natuurlijk, ik ga er nou gewoon weer stiekem bij staan. En eens kijken of die burgemeester een beetje maf is en dat hij door heeft. Want hij weet dat als je hier een jeugdheerser bent, dan krijg je een heel mooi cadeau. Een soort gemeentelijke carnavalsonderscheiding. En hij dacht natuurlijk, exclusief zei de burgemeester vorig jaar, uniek. Dus ik ga er nou gewoon weer bij staan en krijg hem twee keer. Gaat niet gebeuren, Luc. Jammer dan. Ik wil jullie die sleutel gaan overhandigen, maar ik hoorde jullie straks al de lijfspreuk zeggen en ik moet zeggen, het was een beetje lauw. Dat komt misschien ook nog omdat we echt nou gaan beginnen met de carnaval, we moeten er een beetje inkomen. Maar ik zou hem eigenlijk veel luider willen horen en dan wil ik ook dat iedereen meedoet die hem ook goed kent. Dus zullen we hem gewoon gaan inzetten? Ik tel af van 3 naar 1 en dan komt hij. 3, 2, 1. Geen gemouw en geen gezeur, met carnaval gaan we ervoor. Alaf! Alaf! Laat die sleutel maar komen. Het eerste prinspaar zal de sleutel nu overhandigd krijgen. Prinspaar van de gemeente, of in ieder geval van Mil, van de Germen. En de sleutel wordt nu overhandigd aan de prins. Thank you.
Naast een sleutel krijgen ze ook allemaal een mooi aandenken van de gemeente Mil. We hebben ook afgesproken dat die sleutel ook weer op een officiële manier wordt opgehaald. En dat doen Jos en Edwin. Jos staat daar, Edwin staat daar, maar die herkennen jullie allemaal wel. Die komen dinsdagmiddag de sleutel weer terughalen. En tot die tijd past er goed op. En nog wat veel belangrijker is, maak veel plezier. Gaan we snel door naar de heersers van het Klotstekersriek. Prins Geert, jeugdprins Laura, jeugdnaar Tom en jeugdvorstin Laurie. Kom naar voren. Jeugdprinspaar van Karelsvereniging de Klotstekers. Ik denk qua leeftijd het oudste prinspaar. Die gaan nou ook nog even de lijstbreuk oproepen en dan zullen ze... Wat hebben materialen... de Klotstekers, beste mensen, mij op het verkeerde been gezet dit jaar? Geert Jansen als jeugdprins. Dat had ik nou echt niet verwacht. Ik was op veel voorbereid, maar... Geert Jansen als jeugdprins, daar echt niet. Echt niet. Echt niet. Ik ben er eigenlijk nog niet helemaal over uit, Geert. Als ik jou zo zie staan, denk ik... Als er een echte nar in de wieg lag, dan moet jij dat zijn geweest. Dat kan haast niet anders. En dan het nu in een prinsenpak. Geweldig. Ook jeugdprins Geert, beste mensen. Eerst weer zo'n prachtig product van onze jeugdgemeenteraad. Dus je ziet het. Het brengt veel, de jeugdgemeenteraad. Ja, ik val even stil. Ik zit te denken van wat zal ik daar dan nog meer over zeggen. Maar dat moet ik maar niet doen. Geert die zat mij ook heel vaak in een jeugdgemeenteraad zo te interrumperen. Zoals dat dan met een chic woord heet. En dan wilde hij toch nog eventjes iets zeggen of even iets grappigs zijn. En dan bracht hij mij van de wijs. Nou en ik denk van weet je wat, ik hou nou ook even stil. Kijk of dat ook werkt bij Geert. Maar Geert die, je ziet het, heeft veel ervaring opgedaan. Blijf gewoon rustig. Blijf daar gewoon staan, een echte prins. En zo hoort dat ook. En met zo'n knappe jeugdprinses, want ik begreep dat jij zelfs dokter wil worden. Dat las ik. Met zo'n knappe jeugdprinses als steun en toeverlaat voor Geert. Ja, dan kan het niet anders zijn dan dat het een swingend carnaval wordt in het Klotstekersriek. En naar Tom blijkt een nog grotere narrekop te zijn als prins Geert. Want in het blad las ik een hele mooie vraag. De interviewster die stelde hem de vraag en die zei... Wat zijn nou eigenlijk de leukste vakken op school naar Tom? En het droge antwoord van Tom luidde... Vakantie en pauze. Nee, die komt er wel. Op die manier. Absoluut. En Geert, een beetje kennende, is hij het daar ook helemaal mee eens. Zit geen centimeter ruimte tussen. Gelukkig, beste mensen, is daar jeugdvorstin Laurie... die het geheel knap aan elkaar weet te praten. En zo hebben de Klotten ook dit jaar een fantastisch jeugdprinsenpaar. En die microfoon, beste mensen, mag ook weer even die kant op. Want ik wil toch weer eerst die lijfspreuk horen. En Geert, die heeft een beetje al een wat zwaardere stem. Dus zet hem zwaar in, Geert, dan komt dat goed. De microfoon wordt gezocht aan de lijfspreuk van de carnavalsvereniging... De Klotstekers van de jeugdcarnaval. Wordt geroepen. Carnaval vieren vind ik top. Dit jaar zet met z'n allen de boel op z'n kop. Alaf! Af! Alaf! Alaf! Hij heeft er echt heel veel zin in. Mooi om te zien en dan krijgen ze ook allemaal de sleutel overhandigd. En niet alleen dat, maar ook allemaal per persoon. En dat vind ik wel mooi om te zien. Krijgen ze nog een aandenken per dorp. Volgens mij weer een specifiek aandenken. Prins Geert heeft er echt zin in. Die kan niet wachten tot hij kan beginnen. Met het prachtige carnavalsfeest. En ze krijgen inderdaad allemaal per dorp een eigen aandenken. En nu zie ik dat de Klotstekers dus een turfsteker overhandigd krijgen.
prachtig gemaakt. En beste mensen, komende dinsdag wordt ook in het Klotstekensriek de sleutel opgehaald. En dat zal jeugdwethouder Guus van Rijmersdaal doen. Die wordt geassisteerd door het oud-gemeenteraadslid en tegenwoordig voorzitter van de carnavalsvereniging, John van Grinsen. Gaan we over naar misschien wel het mooiste riek van de gemeente Mellen Sint-Hubert. Het Verkenskopperiek! Ik zei misschien wel, hè, misschien wel. Jeugdprins Wessel, jeugdprinses Maud en Nartom, kom eens naar voren. Dorpsgenoten van de burgemeester, de Verkenskoppen uit Langebom. Ja, beste mensen, het ongelofelijke is toch gebeurd in het Verkenskopperiek. Na een geweldige jeugdprins vorig jaar, dit jaar alweer zo'n goeie. En volgens mij, het kan bijna niet anders, het zit of in de lucht, of het zit in het voer wat jullie te eten krijgen naar het Verkenskopperiek. Maar alweer zo'n goeie prins. Gefeliciteerd. En een goeie voetballer is Wessel bovendien, heb ik begrepen. Ik heb je ook wel eens zien voetballen. Dat was iets minder. Maar ja, dat was voetballen tegen de aartsvijand, Juliana. En ja, dat is altijd wel een beetje spannend natuurlijk ook, hè. Van crossen, daar houdt deze prins ook al van. En dan moet ik er wel bij zeggen, in zo'n peksje, dan heb je je ook aan de wet te gedragen. Hè? Dus geen wildcrossen, niet in bossen en zo. Mag allemaal niet. Een jeugdprins geeft het goede voorbeeld. Dus gewoon op de straat, het zit niks anders op. Maar dat komt volgens mij wel goed bij jou. En wat ik ook heb begrepen is dat jij niet graag de straat op gaat zonder een pet. Dus dat zit wel goed in de carnavalstijd met zo'n steek op jouw verkenskop. Hè? En met prinses Maud, wordt het volgens mij een swingend gebeuren. Een van de gangmakers bij de Dansmariekes. En dan met zo'n nar erbij, naar Tom. Tja, dan heb je natuurlijk een prachtig stel. Vorig jaar stond hier nog de broer van nar Tom als prins. En dit jaar is Tom in het narrenpak gehezen. En als je ziet hoe het hem zit, dan weet je ook hoe die is in het dagelijks leven. Een complete nar. De gekste moppen komen uit zijn mond. Onvoorstelbaar. Ik wil ook jullie lijfspreuk wel eens horen. Zullen we eerst gaan aftellen? Dan hebben ze in de tussentijd, want net waren ze een beetje traag hierachter. In de tussentijd die microfoon bij de hand en dan kan die komen. 3, 2, 1... Al staat de storm, hagel of regen, met ons drieën valt de carnaval nooit tegen. Alaf! Alaf! Nou, en jullie hebben je eigenlijk een beetje ingehouden met die lijfspreuk. Want het wordt zo'n mooi weer in het weekend. Dus het carnaval in het Verkenskopperiek, dat wordt gewoon fantastisch. En nou zullen ook de Verkenskupjes in Langeboom de versierselen omgehangen krijgen. In ieder geval de sleutel wordt omgehangen. En die sleutel zal natuurlijk goed moeten worden bewaard. Want ook bij de jeugd zal het natuurlijk zal het spannend zijn van als ze maar niet kwijtraken. Want die sleutel geeft natuurlijk wel ingang tot iedere feestzaal in een dorp. Dus ik hoop dat ze daar weer zorgvuldig mee omgaan. En misschien dat ze vanavond thuis wel opbergen. En een bloemetje voor de prinses uiteraard. Daarna krijgt iedereen weer de versierselen die volgens mij door een stichting dichterbij zijn gemaakt. Tenminste, dat was de andere jaren. En de verkenskupjes die kregen dus een prachtige verkenskop. En niet alleen voor de prins, maar voor het hele prinspaar. En dat is natuurlijk mooi. Een prachtig aandenken aan de carnaval 2011. En jeugdcarnaval in het Verkenskopperiek, dat is altijd een beetje eerder afgelopen als in de rest van de gemeente. Dus op maandagmiddag komt het gemeenteraadslid Albert de Maaier de sleutel weer ophalen. Dus tot dan, doe lekker als een malle en vier lekker carnaval. En zoals ze dat dan zeggen op zijn Engels, en last but not least, de heersers van het Bokkeriek. Thank you.
Ja, eigenlijk is me dit applaus nog niet dik genoeg. Want ze hebben wel een extra dik applaus verdiend, vind ik. Want de Buxkes van het Creatief hebben dit jaar feest. 40 jaar oud zijn ze geworden. En in Sint-Hubert, beste mensen, hebben bokken het eeuwige leven. Want je ziet het er niet aan af dat het al 40 is. Jeugdprins Joris, jeugdprinses Sverre, adjudant Niels, hofdame Vivian en nar Danny. Ja mensen, Joris die ligt de ganse dag in de watten. Want 3 oudere zusters die je op handen dragen, dan kan het niet anders dan dat je een verwend jong gaat worden. Ik vrees het ergste voor je, joh. Maar wel in de goede betekenis, hoor, want dat zie ik zo aan je. Hij slaat de trom, de grote trom zelfs, bij het leerlingenorkest. En hij is helemaal gek op zijn knuffelkoe. Ja, jullie horen het echt, even knuffelkoe. Waar een ander een cavia heeft, of een muis, of een huiskat. Joris heeft een knuffelkoe. En zoiets kan natuurlijk alleen maar een bokkeriek. Nou, het is toch niet helemaal engstelijk om op te dichterop, hè? Tada! Ja, anders dan ga ik er zelf voor zorgen, hoor. Dat is niet om aan te horen. Dat geef ik jullie nu allemaal mee. Jeugdprinses Sverre, die kan heel goed zingen. Dat hebben we ook gehoord bij de jeugdprongzitting. En ze kan bovendien ook mooi fluiten. Een echt prinsessenmeisje, want ze houdt van eindeloos shoppen. En het allerlekkerste vindt ze chocola. En laat dat nou ook het meest favoriete snoepgoed zijn van deze prins Joris. En een echte chocoprins dus. Eigenlijk had je zo'n ding om moeten hangen, zo'n chocoprins. Dat past er wel bij. Tja, en dan die hofhouding, hè. Die hofhouding. Adjudant Niels, die vindt het keigaaf, las ik, dat hij naast de prins mag staan. Maar zien jullie hem naast de prins staan? Ik niet. Kijk, dat bedoel ik nou. En dan zegt hij ook nog dat hij lange ermen krijgt. Ik zeg het vast niet goed, want op zijn Sint-Hubert moet je dat misschien net iets anders zeggen. Maar hij krijgt lange ermen van het vasthouden van de proclamatie. Laat eens zien, waar zitten die lange ermen? Ja, verrek, ze zijn best wel lang voor een 40-jarige. Dat is inderdaad waar. En hofdame Vivian, die is helemaal gek van een ander knuffelbeest. Dat is geen knuffelkoe, geen knuffelvarken, geen knuffelbuksken, maar dat is haar parkiet Chippy. En naar Danny, en ik heb het straks gehoord en ik heb het ook al geroken hier in deze feestzaal. Naar Danny, die doet niets liever dan in zijn Unimog rijden. En die verrekte dingen die lopen op diesel en dat stinkt dus een uur in de wind. En er staat daar ook een prinsenpaar. Nou jongens, kom er maar niet in de buurt, want het is echt niet om uit te houden. Je ziet er ook zo'n hele cirkel zo omheen van de afstand. Geurcirkels, hebben we ook wat in deze gemeente mee. Het zal wel aan mij liggen, denk ik, of niet? Kom erop met die lijfspreuk, jullie. Ik tel af. En dan even Antoine de microfoon daar. 3, 2, 1... Met trommel, fluit en veel muziek hossen wij deuren bokkeriek. Alaaf! Ja, de organiserende vereniging De Bokken krijgen nu ook de sleutel overhandigd. Met assistentie van de dansgader die er goed voor gezorgd hebben. Dat de sleutel weer op zijn plek is. Mooi van de burgemeester dat hij niet alleen iedereen in ons groep aanspreekt, maar ook echt even iedereen persoonlijk. En je hebt gehoord, hij was bij een burgemeesterscursus en daar had hij de boeken bij. De boeken van alle carnavalsverenigingen, alle carnavalskranten. En je ziet dat hij zich goed heeft voorbereid en van iedereen wel iets weet. Dus de interview is goed gelezen heeft. En Joris en Sperre willen ook nog iets overhandigen aan de burgemeester. De burgemeester die nu geen burgemeester meer is, geen formele macht meer heeft. Want dat is in handen van de prinsenparen, ieder vanuit het eigen dorp. En nu zie je dat een van de prinsenparen in ieder geval nog iets aan hemzelf gaat overhandigen. En dat is een fles kruidenbitter, of in ieder geval een alcoholisch drankje van de bokken.
Dat is een bekend iets binnen het Bokkeriek. Er wordt in ieder geval te pas en onpas wat dat in ieder geval gebruikt en niet alleen afgegeven als cadeau, maar ook genuttigd. Altijd een mooi aandenken. En je ziet dat er naast dus de cadeaus ook allerlei bloemen en andere materialen nog worden overhandigd. Het was al een kleurrijk gedeelte hier in de zaal en het wordt alleen maar kleurrijker met al die cadeaus en al die bloemen. En een heel leuk toepasselijk cadeautje. Wat er precies in zit, weet ik niet. Maar in plaats van een mandje worden er carnavalshoedjes overhandigd met inhoud. Dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Ik verwacht dat er confetti of iets in zit. In ieder geval echt typisch iets voor de carnaval. En iets wat door de vele vrijwilligers allemaal goed is voorbereid. Zo zie je en maar. Prins Geert wil ook nog een medaille aan de burgemeester overhandigen. Volgens mij gaat de burgemeester druk krijgen, want volgens mij krijgt hij van meerdere nu de medailles. Alsof dat hij een prins is. Wel een prins zonder macht. Want die is net overgedragen aan de prinsparen. Prins Geert krijgt de burgemeester op zijn knieën. Dat doet hij netjes. De sleutel, beste mensen, in het Bokkeriek, die wordt dinsdagmiddag opgehaald door de jeugdgemeenteraadsleden Jesse en Rick en onder begeleiding van het gemeenteraadslid Sjors van Kempen. En tot slot, en dat zijn echt de laatste woorden die ik hier vanavond mag uitspreken, en ik roep het ook van alle daken, laten we plezier en lol gaan maken. Alaaf! Hij heeft zelf ook een lijfspreuk bedacht. We roepen het van de daken, laten we plezier maken. Intussen wordt de vloer weer opgeruimd, want dadelijk zal de dansgader weer de undans gaan uitvoeren, en namelijk de showdans. Voordat het feest los kan barsten, wil ik jullie toch even mee laten genieten van de geweldige showdans die onze dansmariekes dit jaar in elkaar hebben gezet. Iedereen even wat meer ruimte maken. Er wordt ruimte gemaakt en als je ziet, er komt nog weer een prachtige dans aan. Ieder jaar een andere presentator, een ander dorp die het organiseert. Dit jaar carnavalsvereniging De Bokken, Tim van Loon, de presentator. En eigenlijk zou ik zeggen, van hij zit nou zo goed in zijn rol, dan zou hij jarenlang kunnen volhouden. Maar het is de bedoeling dat er altijd gewisseld wordt. Maar misschien wel voor andere carnavalsactiviteiten. In ieder geval een zeer goed spreker. De dansgader staat klaar. Tussen de grote prinsenparen en de vrijwilligers die ook vandaag hierbij aanwezig zijn. In beeld ziet u nou de jonkherenmil. Dansgader carnavalsvereniging De Bokken. Cheerleaders. Y'all ready for this? En ze zijn begonnen. Yeah.
de dansgader van carnavalsvereniging De Bokken. Hartstikke mooi ingestudeerd, wederom even zozeer als de gardedans. En nogmaals, we zijn er vaak een jaar mee bezig en ik denk dat we vandaag een van de laatste keren hebben opgetreden. De jeugdprongzitting is vaak een belangrijk iets. De prinsenrecepties en dergelijke en misschien met de carnaval nog een keer. Maar ik denk dat voor iedereen weer, voor deze meiden ook zoiets is van nou, mooi dat we het weer hebben kunnen laten zien, want dan heb je het er in ieder geval niet voor niks ingestudeerd. Volgens mij heb ik hier niet zoveel over gezegd. Het was weer geweldig. Voordat we afsluiten wil ik ook de jeugdprins, jeugdprinsen, jeugdprinsessen en hun gevolg nog een keer zingen. Engselen, als iedereen klaar is, kun je beginnen. En we gaan nog een keer zingen, volgens mij hetzelfde lied of een ander lied. Er wordt even wat gedaan met de muziek, maar volgens mij gaan we weer opnieuw het carnavalslied. Nou heeft iedereen in ieder geval een keer gehoord, dus nou kunnen ze met z'n allen flink mee zingen en de dansers bekend. Dus dat kan niet anders zijn dan een prachtige, spettendere afsluiting hier in het gemeentehuis in Meel, waarbij we gaan knallen voordat we gaan carnavallen. Dus we gaan nog één keer luisteren en kijken naar het prachtige carnavalsgemeentelied. Ja, we gaan weer feesten. Want het is weer zo wiet. We worden kermen beesten. Het is weer carnavalstiet. Ja, we gaan weer lopen. We doen vier dagen lang. Grote geugen knallen. Met z'n allen gaan we aan de gang. Het wordt te gek. We carnaval. Klopt helemaal. Losgebarsten met zowel de grote prinsenparen met aanhang zoals te zien als de jeugd, jong en oud verbindt met de carnaval. Wij zijn wel zo mooi te toon van het verkeersland. Wij gaan met z'n allen feesten. Het wordt te gek, maar de carnaval loopt geen boek uit de stad. Het wordt te gek.
eerste Polonaise in deze carnaval. De dansgade heeft bijna geen plaats meer, maar in ieder geval prachtig om te zien. De eerste Polonaise is losgewassen. Het feest gaat beginnen. Carnaval 2011 is begonnen. Vanavond gaat het gebeuren. Het bokkeliet op zijn kop. Dan is het lachen niet zeuren. Joost is verre voorop. Zit u ook eens er weer klaar voor? Alaaf. Intussen zal presentator Tim van Loon die zal nog de afsluiting denk ik verzorgen. Dan wachten we even op. Je ziet de tweede keer ging het lied alweer 300% mooier, want iedereen kent het en het was even weer een gezellig feestje. Wat gaat er gebeuren? Ik ben zelf ook even aan het kijken van... We zijn nu aan het einde gekomen van deze jeugdsleuteloverdracht. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie inbreng. Op wat voor manier dan ook. En tot slot wil ik iedereen een supergezellige carnaval toewensen. Pap, hoorde, ga je ook nog iets zeggen? Mooi gedaan in het ik groen. Ik wil nog wat zeggen. Tim, heel erg bedankt dat je dit allemaal aan elkaar hebt gepraat. En de voorzitter Anton van Loon zal het woord overnemen van zijn zoon. Nou, ik zie in ieder geval een toekomstige voorzitter alweer geboren. Hij krijgt ook nog even een medaille omgehangen. Ja, jongen. Ik wou je ook nog wat zeggen, maar ik heb hier niet zoveel aan toe te voegen, beste mensen. Vanuit mijn gevoel hebben wij vandaag een fantastische jeugdsleuteloverdracht gehad. En jongen, ik ben trots op jou. Geweldig gedaan. Beste germen, klotstekers, verkenskoppen en natuurlijk ook alle bokken van de gemeente Middellandse Tubert. De kop is eraf, de eerste sleutels zijn overhandigd. Burgemeester Verheijen heeft het vertrouwen in deze vier fantastische jeugdprinsenparen uitgesproken. En ik weet zeker, zij zullen geweldig gaan regeren over hun eigen rijk. We gaan zo meteen allemaal naar onze eigen kerkdorpen toe om verder te feesten. Beste mensen, ik wens jullie vanaf deze plaats een hele fijne, fantastische carnaval toe. Ik hoop jullie morgen allemaal om 8:00 weer hier in het gemeentehuis te zien. Voor de sleuteloverdracht van de grote prinsen, zullen we maar zeggen. Ook dat belooft weer een fantastisch feest te worden. Dan ook zal de lokale omroep daarbij aanwezig zijn. Dus beste mensen aan de buis, ook voor jullie, hartstikke bedankt voor het kijken. En alaaf, tot carnaval! Ja, en de avond zal worden afgesloten
Met, denk ik, de mooie geluiden van Engselen. Die gaan nou nog even, denk ik, een polonaise inzetten. Ook wij gaan morgen, zijn we er weer bij met de vrijwilligers en de mensen van de lokale omroepmail. Dan nog even dit. Vanaf morgenavond, na de uitzending, kunt u nog kijken naar de Nieuwsmix carnavalseditie. En daarna, vanaf zondagavond, kunt u nog genieten van de pronkzittingen die in alle dorpen zijn opgenomen. We hebben daar compilaties van gemaakt van ongeveer maximaal een uur per uitzending. En dan kunt u kijken op het hele uur. Dus kort samengevat, voldoende carnaval de komende dagen bij LOM TV. En als u daar nog specifiek naar wil kijken wanneer uw dorp in de picture komt, kijk dan op www.lokaleomroepmail.nl. Daar staat het hele programmering, het hele schema staat erop. Maar in ieder geval, ieder heel uur carnaval bij de lokale omroep Mil. Ik zou zeggen, tot morgen weer. En in ieder geval, veel plezier. Morgen zijn we weer hier live vanuit de gemeentehuis Mil. Bedankt voor het kijken en een zeer goede carnaval toegewenst. Allaaf, houdoe en bedankt.